Tweede het rekenen. Whitlock wel. 98. Dit kan maar op één manier, dus daar hoef je niet voor te rekenen. Triple 20 gegooid, triple 19 voor Bullseye. Nee, die schiet er net naast. En dus Whitlock. Stop 6-2 achter. Dit is voor 6-5. Triple 20 en dubbel 10, dan is hij echt terug. Twee pijlen, dubbel 10. Whitlock, de Aussie. Dubbel 5. Nee hoor, hij laat de kans liggen. En dit zou wel eens de doodsteek kunnen zijn van James Wade. Dubbel 10. Dubbel 5. En die gooit hij niet. En dubbel 5 is ook de opdracht voor Simon Whitlock. Ja, dit is toch spanning. Nervositeit. Druk. Whitlock. Ja, hij gooit hem. En Wade neemt maar een schok uit de glas dat al helemaal leeg is. 6-5. Het is weer een absoluut duel. Want als Whitlock deze leg wint, die zelf mag beginnen, dan gaan we naar een geweldige climax toe van deze partij. 83. En ze doen het allemaal om uit te komen in de kwartfinale tegen Phil Taylor. Begrijp jij het? Nou ja, als je zo goed gooit, dan zou ik het ook wel aandurven tegen Taylor. Maar ja, het blijft toch altijd, je gemiddelde zal echt een stuk omhoog moeten als je dat wil halen. Want Wade, die zit tegen de 100 aan weliswaar. Whitlock op 95. Als je ziet waar ze vandaan komen, ze komen echt van 10, 12 punten lager. Maar tegen Taylor, ja, die gooide gisteren gemiddeld van 113. Dan kom je toch echt tekort. Ja, we kijken naar de Tom Plus scores, 140 plus en 180 plus. Het zit redelijk dicht bij elkaar voor beide. En dat zien we eigenlijk ook terug in deze wedstrijd. Ja, begin voor Whitlock. Dan gaat het helemaal naar Wade toe. En nu gaat het weer helemaal terug naar Whitlock toe. Kijk eens aan. Daar komt hij. Score van 180. Zijn derde. En Wade staat op 356. Whitlock op 98. Geen finish voor Wade. Whitlock. Zes pijlen om 98 uit te doen. Triple 18 voor dubbel 12. Een enkele 20 op tops over te laten. Daar zal hij best wel tevreden mee zijn. In de wetenschap dat hij finish tegen 36% zo'n beetje. Moet dat kunnen. Dubbel 20 is die 1 uit 3. Nou, wordt het 6-6. Simon Whitlock. Ja, het wordt 6-6. Wat een geweldige comeback in deze wedstrijd van Simon Whitlock. Die geweldig begon, die daarna op grote achterstand kwam. Het doek leek te vallen voor de Australiër, maar hij klopt zich terug in deze wedstrijd. Het staat 6-6. Het gaat, u ziet dat staan, om de best of 15 legs. De eerste die 8 legs weet te winnen, staat in de kwartfinale. Man tegen man, pijl tegen pijl. Publiek jaar geniet met volle teugen hier. Het is de 480 van Whitlock in 5 legs. Al zijn 180's zitten in de laatste 5 legs. Vanaf het moment dat hij 6-2 achterkomt. Dat is toch wel karakter wat hij toont. Onfortuinlijk moment voor Wade. Pijl catch terug van het bord. Een bouncer. Whitlock naar de 17. Dat doet hij dus heel goed. Want dan blijft er nu gewoon 264 staan. Met 100 ben je dan op een finish. Als je naar de 19 gaat, dan blijft er 266 staan. Dan moet je alweer andere kant op. Ja, een van de beste rekenaars op de Tour. Terwijl Wade er toch een beetje uitziet als een professortje. Met een brilletje. Maar die heeft dat minder goed onder de knie. Ja, als je 85 gooit, maakt het allemaal niet uit wat je hiervoor doet natuurlijk. Wade heeft een dikke nodig nu. Eigenlijk 2 triples. Het is zijn leg. Hij mag hem niet afgeven. Als hij deze afgeeft, mag Whitlock zo direct voor de wedstrijd gaan gooien. 100. Hij laat de finish over, maar dat is een hele hoge. Whitlock gaat hem beter wegzetten. Die begint op de 19. En dan wil hij 2 keer triple 20 hebben om tops over te laten. 1 krijgt hij. 2 pakt hij. Nou, James Wade. Whitlock gooide al een finish van 161. Dat was in het begin van de partij.
Partij tegen Anderson. Anderson. 99. Tops voor Whitlock. Voor 7-6. Ja. Nou, Simon Whitlock komt op voorsprong. Na 13 legs, leidt met 7-6. Publiek gaat achter de Australiër staan die nu zelf mag beginnen. En mag gaan gooien voor de wedstrijd. Begint hij weer met 180. Het zou zomaar kunnen. Nou, met 140 is hij ook dik tevreden. Ja, ik zei het al eerder. Hij begint vaak goed, dan heeft hij een inzinking en dan komt hij weer terug. En dat laat hij tegen James Wade dus goed zien. Tegen Anderson lukte dat niet. Nee. 100. Die bleef te goed doorgooien. Wade bij 6-2 heeft ook zelf een klein beetje de voet van het pedaal gehaald. 41. Sorry, 22. Eerlijk van James Wade. Het is moeilijk te zien van Rust Bray. Omdat die laatste dart echt naast die eerste komt. En dan is het vanuit het gezichtsveld van de scheidsrechter, die toch best wel ver vanaf staat, heel moeilijk te zien. Geen triples voor Whitlock. En wellicht de kans voor Wade nu, die het initiatief heeft. Of voor Whitlock. Om naar 8-6 eruit te lopen en dus de wedstrijd te pakken. 19. Wade. Hoge score nodig. Begint met een triple 5. En een single 20. Gaat naar de onderkant. En mist ook de triple 19 heel erg ruim. Ze heeft nog steeds het initiatief, de Australiër. Twee trippels of zo nu, dan is hij bijna thuis. Natuurlijk dan. Ja, dan kan Wade er ook niet zo heel veel meer aan doen. 100. Die heeft 180 nodig. Als hij het ooit nodig had, heeft hij hem nu nodig. James Wade. Met 140 heeft hij ook nog een finish. Ja, en die gooit hij. 167 als finish voor Wade. De eerste is het aan Whitlock. 147 de finish voor Wade. Whitlock met triple 20 is tops. Dat pakt hij knap. Dus dit moet uit voor James Wade. Laatste kans. Triple 20. Daar kijkt hij naar. En die heeft hij niet. En dus mag Simon Whitlock zich richting Okkie gaan begeven als Wade deze laatste pijl gegooid heeft. Het zal waarschijnlijk de laatste pijl van Wade zijn geweest in dit toernooi. Whitlock, drie kansen op tops. De eerste zit er boven. De tweede ook. Nummer drie. Zit onder. En Wade krijgt een herkansing. 90. Naar de 20 toe. Triple gegooid, dus dubbel 15 over. Ja, Whitlock had drie pijlen voor de wedstrijd. 15 en final leg. It's James to throw pass. En 7-7 en Wade. Zo zie je hoe belangrijk het gooien voor de boel is geweest. Mag nu beginnen. Spannendste wedstrijd tot zover qua scoreverloop. De eerste keer dat we een 15e en beslissende leg gaan spelen in dit toernooi. En wat zal hij teleurgesteld zijn, Simon Whitlock, dat hij die drie darts op een dubbel mist. Maar ja, hij moet het van zich afzetten. Belangrijk, die twee triple 20's voor de Engelsman. Wordt het Taylor Wade of Taylor Whitlock? Het lijkt er nu op dat het toch Taylor Wade wordt. Dat dachten we naar 8 legs ook al. 140. Hij is afhankelijk van missers van James Wade nu, Simon Whitlock. James, you require 140. Weer 6 darts voor 142. Triple 20 zit erin. Triple 14. Die gaat er niet in. Maar hij kan hem rustig wegzetten nu. Dat de triple 9, die laatste pijl. Ja, 15 voor tops. 102. Ja, dat klopt ongeveer. Nou, Whitlock. Nou, één triple, nog eentje. 100. Nee hoor. James, you require nou, Wade. 6 kansen.
Wade voor de zegen. Wade voor de zegen. Wat een geweldige wedstrijd hebben we gezien tussen James Wade en Simon Whitlock. Met uiteindelijk de zegen met 8-7 voor James Wade. En zo neemt de Engelsman revanche op zijn nederlaag tegen Whitlock in de Premier League. En zo staat hij dus in de kwartfinale. Kantje boord, dat wel. We nemen afscheid van de Australiër Simon Whitlock. We gaan door met de Engelsman James Wade. Hij speelt in ieder geval in de kwartfinale later vanavond hier in Egmond aan Zee in Hotel Zuiderduin. Tegen niemand minder dan de beste darter aller tijden. Tegen Phil Taylor.